Deze rozen gaan naar een prinses. Voor het huwelijk van de Zweedse prinses Victoria gaan rozen uit Lansingerland naar Zweden. Oh ja, ze moesten wel allemaal roze zijn. Nou, voor mij maakt het zo bijzonder dat het een roos is met een vaasbeleving. Bij ons worden ze ongeveer in dit stadium geknipt, in de roos die ik hier in mijn rechterhand heb. Uiteindelijk bloeit die zoiets verder open, maar deze roos komt echt totaal open. Je ziet ook dat hij dan wat van kleur verandert. Hij is lichtgeurend, dus het is echt wel een roos met een verhaal. Ze wilden heel graag dat er gebruik gemaakt werd van roze. En de Miss Piggy is een roze roos, dus zodoende. Nou, Miss Piggy heet die roos. Hij is vorige maand al genomineerd voor de glazen tulp. Dat is de belangrijkste prijs voor snijbloemen in Nederland. Dat is natuurlijk wel een hele eer en eigenlijk heel bijzonder. Er is uiteindelijk ook direct contact geweest met de voorzitter. En wat mailcontact en uiteraard ook gesproken. Ja, en als je dan de ondertekening ziet met het kroontje erbij, ja, dat heeft wel wat. Het is nu nog niet helemaal duidelijk waar die rozen straks te zien zullen zijn. In het paleis, in de kerk of misschien wel beide. Nou, ik ga het zeker voor de buis hangen, want ik wil wel zien waar ze terecht zijn gekomen. Maar jullie zijn er niet bij aanwezig? Nee, we hebben geen uitnodiging mogen ontvangen. Maar nee, het is uiteraard logisch dat wij daar niet heen kunnen. Wij hadden dat ook zeker niet verwacht. Ik bedoel, dit is zoiets heel bijzonders, dus goed zat zo.